Arnold Kruijswijk, ja, met wat voor gevoel sta je nu hier? Ja, heel slecht gevoel. Kijk, we spelen wel gelijk. Maar thuis tegen ADO moet je gewoon winnen eigenlijk. En dat hebben we nagelaten. Ja, en de manier waarop jullie vandaag gevoetbald hebben, dat stemt je ook niet echt tevreden, denk ik. Nee, absoluut niet. Nee. Veel te weinig gebracht. En ook van de zijkant wel gezien denk ik dat het niet genoeg was. En dan win je ook niet tegen ADO. Dus dat mogen we onszelf wel aanrekenen. Heb je daar een verklaring voor, dat het zo moeizaam ging? Nee, eigenlijk niet. Het zal wel verschillende oorzaken hebben. Maar we moeten wel bij onszelf kijken, denk ik. Kijk, ADO heeft natuurlijk wel een redelijke ploeg en zijn in een goede mood, laat maar zeggen. Maar we hebben onszelf gewoon veel tekort gedaan. En dat kan ik zo 1, 2, 3 niet zeggen waarom dat ligt. Nee, het leek wel alsof jullie helemaal niet los konden komen, zeg maar. Nou ja, misschien wel, ja. Kijk, de wil is er wel. Alleen het moet er wel uitkomen. En we kregen ook als opdracht mee om wel vrij te voetballen. En daar hebben we te weinig gedaan, denk ik. Ja, maar het oogt ook een beetje vermoeid eigenlijk. Waren jullie ook vermoeid of waren jullie wel scherp genoeg? Vermoeid weet ik niet. Ik denk niet dat dat het goede woord is, maar scherpte wel, denk ik. Ik denk dat daar nog wel het een en ander in beter kon inderdaad. Ik denk dat we in veel situaties dat de scherpte ontbrak. Dus dat zeker. Ja, want tegen Rode JC kon je een uur lang echt geweldig voetbal hebben laten zien. En dan is het toch wel balen dat het in zo'n wedstrijd tegen ADO, waarin je eigenlijk voor de 3 punten moet gaan, dat het er niet uitkomt. Ja, klopt. En naarmate de wedstrijd vordert ook, dan lijkt het wel of er iets meer angst in het elftal komt. En dat het iets meer allemaal verstoppen gaan. En dat moet juist niet natuurlijk. Je moet de gaten blijven zoeken en tempo hoog houden. Dan was dat natuurlijk niet heel makkelijk, omdat het veld redelijk droog was. Maar het was gewoon niet genoeg. En het heeft met scherpte te maken, ook met inzet. En we hadden meer moeten brengen en ook meer kunnen doen, denk ik. Ja, verwijt je ook nog iemand iets? Nou ja, eigenlijk als alle 11. Ik denk dat we daarin gefaald hebben. Dus ik kan niet één iemand opnoemen, hoor. Dat zeker niet. Ja, Mika, hoe was de stemming in de kleedkamer zojuist? Nou, niet het beste. Er waren niet veel vrolijke gezichten. En dat is wel begrijpelijk, vind ik. We hebben gewoon 2 punten laten liggen tegen niet zo sterk ADO. Waar ben je dan het meest teleurgesteld over? Over de 0-0, over de resultaat of over de manier waarop jullie gespeeld hebben? Nou, het resultaat. Ik vind dat we hebben toch genoeg kansen gecreëerd om goals te maken. Ik had zeker 1, die halve omhaal, wat binnen moest. Nou, je was dicht bij een goal, ja. Ja, natuurlijk raak ik de verdediger die op de lijn staat. En Bas gaat een schot en die laatste vrije trap net raakt die hoofd van die Immers. Dus we hebben wel kansen gecreëerd, alleen doelpunten moet je maken. En dat hebben we niet gedaan vandaag. En daarom bleef het 0-0. Vorige week tegen Rode JC spatte de vonken er echt van af bij jullie. Vandaag viel het mij wat tegen. Wat is jouw mening daarop? Nou, dat kan wel lijken zoals ik vind ADO helemaal terugzakken en heel verdedigend spelen. Loeren op de counter. En vorige week Rode wel toch ook voetballen. En dan... Dus ziet het wel wat mooier uit. Maar toch, de eerste helft hadden we goede kansen en de tweede hadden we goede kansen. Alleen, als je niet, zoals ik zei, ik vind de voetbal niet zo slecht. Het kan wel zo lijken als alleen maar één team dat probeert aan te vallen en gaat voor de overwinning. En dus over de spel ben ik niet helemaal ontevreden, vind ik. Namen jullie even een weekje rust. Ja, doe dat goed? Nou, nee. Ik vind dat we zo snel mogelijk aan de bak moeten. En tegen Groningen over 2 weken moeten we laten zien. En de laatste 2, 3 wedstrijden zijn we gewoon een betere ploeg geweest. Alleen die punten, die vallen niet. Hij moet er even goed vallen, die bal. Ja, precies. Maar je moet ook... je krijgt wat je verdient. En op dit moment maken we geen goals en dan is het moeilijk om de wedstrijden te winnen.